Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet. De Shiny Gatelock met Sandra van Gaming SB. Als je hem wil, reageer eventjes in de comments. En dan... Dan hij is weet gewoon aan het dealen op mijn kanaal. Dat moet niet gekker worden. Ja, dus maar dan weten jullie dat. Dan ga ik de advertentie wegdoen. Doe jij de advertentie maar eens even weg. Super training, wat is dit nou weer? Wat heb ik nou weer gedacht? Yo, er was letterlijk nul trainers. Er waren letterlijk nul trainers. Ja, ik heb er één geskipt, dus technisch gezien was er één. Maar... Waarom lieg je dan tegen mij? Mag ik wel weten? Ik vind Marvel City, ik weet niet, ik vind hem echt naar geworden of zo. Ik weet niet. Ja, ik vind hem echt een verbetering. Ook omdat de originele stad echt lelijk was, zeg maar. En saai. Het voelt en alsof, klein. Alsof je in één groot winkelcentrum bent. Ja, ik vind het wel vet eigenlijk. Ja, vind je dat? Oké, okay, nee, ja, dat voel ik niet zo. Ja, dit is wel een mooi stukje. Dit is wel een mooi stukje. Dit lijkt nog enigszins bij. Oh ja, we moeten eerst tegen Wally, dat was ik vergeten. Oh, oh en dan druk ik ook op ja, volgens mij moet ik nog healen. Oh. Always heal your Pokémon. Ik had mijn Pokémon al geheeld, dus ik had er wel zo naartoe kunnen lopen. Waar is die gym? Is dat links? Nee, boven. Boven en boven. Ja. Nou, ik kan niet meer naar boven. Nu lopen. Kan ik zo naar boven lopen, denk ik. Ja. Huh? Oh, daar. Oké, baten van de Waterstripe. Maak zijn rots helemaal kapot. Ik wou dat ik hem Raid Dark al had. Ik had zo. Pats, kam, kaboom. Klets, kabam. Flats, kabam? Klets, kabam. Don't do the flats, kabam. Jawel, wel de klets, kabam, please. Ik hou van de klets, kabam. Yo, you wanna battle with me? Nee, natuurlijk niet. Maar ik zeg nee, maar ja, anders dan gaat de game niet door. Please, don't talk to me again ever. Ja, Wally, kun je dat doen? Kun je dat doen, Wally, trouwens? Oh, even één rolt. Oh, deze boy. Ik zal je alvast nog heel even helpen herinneren. In de Victory Road zit wel een lastige Wally battle. Ja, maar dat is dan. Dat ga ik mooi doen. Ja, maar dat verwacht je niet, maar die is er al. Ja. Oké. Okay. Ik ben er bijna en dan, oh, dan heb je nog Wally. In de Victory Road ook echt. Ja. Dus dan denk je, ah, ik ga niet hier, ik ben er toch bijna. En dan, ah, ja, precies. Ja, dat is gemeen. Smashing the rock like a ring. Ik dacht dat ze zonder gemeen deden. In deze game doet mad gemeen. Maar misschien in deze game niet, hè. Misschien zijn ze niet. Mad gemeen, deze game doet mad gemeen. Kijk dan hoe weinig die bij doet. Dat is super effective damage, hè. Oh, wacht. Dat is wel super en effectief. Nee, het is neutral. Wat? Oh ja. Hij is ook fairy, hè? Yo, we deden deze aflevering weer zonder Dom, denk ik, hè? Ja, je bent weer gefilmd. Twee afleveringen achter elkaar gefilmd. Nee, gaat nu in zonder Dom. Okay. Oh, ja, zo kan ik het ook. Ja, je moet het wel zeggen van deze aflevering doen we zonder Dom. Anders doe ik met Dom. Hallo. Als jij niet zegt dat we zonder Dom doen, ja, dan ga ik wel met Dom doen. Ik heb het in de gaten. Die man die staat echt heel droog. Wie is dat überhaupt? Is dat zijn vader of zo? Ja. Wauw. Zo weinig detail voor een karakter die wel Magnemite. Magnemite. Ga nou niet praten. Ik zei niet. Oké. Je mag wel praten als je me Rock Smash geeft. Maar geef me gewoon alleen Rock Smash en zeg niks en loop weg. Dat heb ik liever. Kijk dan hoe lang die praat. Echt waar. Ik heb nog nooit zo lang gepraat. You do be loving praten. Ja, you do be loving praten. Ik heb nog nooit zo lang met iemands ouders staan praten. Inclusief die van mezelf, denk ik. Wow. Dat is zo ook niet waar.
Maar dat is wel als vergelijking hoe lang die dus aan het praten was. Hè? Heb je trouwens Verraders afgekeken? Ja, wat een klote seizoen was het. Nee, ik vond het wel echt vet. Wat? Ik vond het einde echt heel kut. Alle leuke karakters waren daar. Karakters, voor mij nou. Alle leuke kandidaten waren daaruit, behalve. Hoe heet het? Jannie. In het begin dacht ik, oh, die Jannie wordt echt straks heel irritant. En dan was het niet eens zo. Ik kreeg gisteren namelijk een appje dat de tweede seizoen van UK op Videoland staat. Die vond ik wel leuk. Die vond ik wel leuk. Dus die ga ik binnenkort maar eens beginnen met kijken. Oh, Videoland. Ja, maar ik heb geen Videoland. Maar hoe kijk je dan... Hoe keek je dan dit seizoen? Tegelijkertijd met mijn ouders, want die nemen het op. Yeah. Of, Videoland kun je ook, als je niet betaalt, kun je een week terugkijken. Oh. Dat is niet altijd maar hoe heb je het eerste seizoen gekeken dan? Van? Van Engelse verhalers? Dat zeg ik niet online. Oké. Maar dan kan je dat ook niet doen met het nieuwe seizoen? Wat? Kan je dat ook niet doen met een nieuwe seizoen? Ja, dat kan wel, maar liever niet. Arrrr. Zeg maar, dat probeer ik te vermijden. Je zou het niet zeggen. Nou, je naam is nog net niet Piet. Piraat, schip, ahoy, hoi, hoi. Wat is jouw kameraad? Na, 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 met zijn schip de scheve schuit, vaart hij alle dagen uit. Piraat. Ja, dat is een goeie guy. Dat vind ik zo'n leukie. Vind jij ook een leukie, Sandring? Nou, dat is lief. Mijn vriendin moest heel hard lachen toen je mijn cutie noemde. Hoezo? Je bent toch gewoon zo cutie. Ik ging zo kijken, wie stuurt mij een appje? En zei ze van, noemt hij jou nou cutie? Doe ik wel vaker hoor, cuties. Dat is gewoon... Ik zei ook van, ja maar ik ben ook een cutie, zei ik. Zij dacht niet van, oh ja logisch, wacht, het is mijn boyfriend, het is logisch. Dat zei ze ook. Ze zei van, oh ja, dat is wel waar. Gaat Makuhita nou evolving? Oké, niet gaat hij de lucht in? Kijken terwijl die aan het evolven was, want ik was mogelijk een beetje cringe. Oh, alweer? Nou, ik noem jou cutie en dit is wat ik ervoor terugkrijg. Nou, oké. Okay. Wow, die is vet! Holy damn, ik heb volgens mij de vetste shiny ooit gevangen. Ja, dat zou ik niet zeggen, maar hij is wel vet. Je kent me toch, ik overdrijf soms wel eens. Soms. Wauw. Heel soms hoor, heel soms. Fighting is niet echt iets waar ik goed tegen ben, zeg maar. Oh, wat? Hoezo heeft die guy fighting? Ja, dat is een goede vraag. Ja, en psychic, hè? Dat moet je ook niet vergeten. Helemaal psychisch. Helemaal psychisch. Ja, maar ik ben wel Bato van de Water Tribe. Yo, Bato van de Water Tribe? Oh, ik heb echt zin in de volgende aflevering, want dan kunnen we weer Pokémonnen vangen. Ik heb ook al zin in de cage match, hoor. Nee, ik niet, want jij hebt een paar geëvolvde Pokémon. En ik denk dat een probleem gaat worden. Waarom denk je dat ik er wel zin in? Nee, ik vind cage matches gewoon leuk. Het is echt niet om. Kijk, ik haat het erna, want dan heb ik altijd verloren. Maar over het algemeen vind ik het gewoon leuk. Ja, klote, zo. Oh, dit is echt lastig, man. Want ik ga nu straks Aphrodite en Jack gaan overleveld zijn. Want dat zijn de enige twee die ik kan gebruiken. De rest is allemaal flying of zo. Oh, dit is Dragon. Ja, maar ook, ze mogen 26 zijn, hè? Ja. Maar deze zijn al 24, dus die moeten stoppen met tekken. Je gaat echt geen 2 levels up, zeg maar. In die... Denk je niet? Of je gaat geen 3, want je kan er 2 nog, hè? Die geen 24 zijn. Ja, oké. Oké. Ik ga wel met Tornado, want die is neutral, besef ik me net. Omdat die Dragoon is. Ben jij ook een Dragoon? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ja. Met je neus en je ogen dicht wel. Ja.
Dus zeker geen throwback naar een van de vorige afleveringen. Ja, Odensloof, kun je dan niet ghost types raken met normal type moves of andersom vooral eigenlijk? Oh, dat is wel iets voor jou. Ja, dat vind ik wel cool. Vind ik wel cool. Static, maat. Yo, trouwens, ik ben bezig geweest met een project. Niet een project? Ja, nee, dit is heel ziek. Ja, ga ik het zeggen? Ik hoop het binnenkort uit te voeren, maar ik moet het eerst even testen. Met een paar mensen, maar niet met dezelfde mensen, want dan gaat het idee verloren. Maar okay. Het is echt heel vet en ik hoop dat je meedoet. Ik heb 3 mensen nodig, naast ik. Ik denk, Simon heeft al gezegd, die weet het project al, die heeft al gezegd dat hij mee wil doen. Ja. En dan heb ik nog 2 mensen nodig. En dan moeten we het ook nog een datum vinden. Maar het wordt echt heel vet. Wanneer ga je me vertellen wat het project is? Offscreen. Oh. Na deze dingen. Dat doet veel. Oké, dat was een crit. Ja, hij deed ook al fucking veel damage op mijn. Op mijn slug, man. Hij is off psychic. Klote guy. Ik ga zo. Ja, maar checken, ik weet niet of die psychic aanval kan, hoor. Maar ik ga je niet beloven. Hij kan in ieder geval Thunder Punch. Hij punch de Thunder. Lightning en. Ik had Quick Attack moeten doen. Oh, ik ben eerst. Je bent gewoon sneller, boy. Maar je had beter Quick Attack kunnen doen, dat is waar. Ik had wel beter Quick Attack kunnen doen, want ik had niet verwacht dat ik eerst zou zijn. Ik dacht dat Meditite ook fucking snel was. Alhoewel, hij is zo'n guru-achtig iemand, hè. Dus dan ben je juist niet snel. Jij kunt als je Meditite vangt, kun je hem gewoon guru noemen. En dan noem ik hem Gyatso. Mag ook. Of Lakima. Nee, dat zou ik voor iemand doen die kan vliegen zonder dat hij vliegt, zoals een Gyarados. Zonder vleugels bedoel ik. Ja, dat hij kan vliegen zonder dat hij vliegt. Dat zou ik heel knap vinden. Assurance, dat is... Een aanval. Ja, hij heeft zo'n slag aanval, Alexander. Weet je, alleen hij is net zo goed als dat Bite is. Alleen Bite kan flinchen. En deze... Oh, in the same turn, ja. Dus dan moet je de laatste zijn. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Nee, ja. En hij moet zichzelf dan een keer gehit hebben. Hoe bedoel je? Hij moet gewoon attacks gekregen hebben, zeg maar. Nee, in dezelfde beurt, hè. Ja, dus die ander moet eerst zijn. Of je moet... Oh nee, poison werkt dan niet. Nee, dus hij moet die andere nee, zelf moet ja. Eerst recoil gedaan hebben. Nee, volgens mij werkt het gewoon als in... Quote, sorry. Fuck. Oké, dit werkt. Nee, volgens mij werkt het gewoon als in... Als jij eerst damage krijgt, dan dubbelt die. Are you sure? Volgens mij wel. Anders zou die move echt fucking slecht zijn. Als je per se eerst recoil moet doen. Maar als je recoil moet doen, dan... Nee, ik dacht dat degene tegen wie je hem doet al damage in diezelfde turn gedaan moet hebben. Nee. Als jij al damage gekregen hebt, dan moet je dubbel volgens mij. Oh, dan moet je inderdaad gewoon los laatste zijn. Dat is niet zo spannend. Oké, welke Pokémon is heel traag van mij? Nee, daar ga ik niet op risken. Ja, maar als ik sneller ben, doe ik bite en dan kan ik flinchen dus. Ja, daarom. Charge the beam? Hij charged the beam, bedoel ik. Nou, ik dacht dat hij de beam charged, hoor. Nee, oh, Milaning! Jij vuile bitta. Oké. Okay. It's time! The duel? Yo. Am I in a Yu-Gi-Oh ing? Because I'm hearing the duel. Spark. Voor de spalmen. Ga niet voor de spalmen. Ik screech jou toch ook niet? Nou. Oh, oké, ik hoor net van wel. Sorry, Volto. Mm-hmm. Zou je niet doen. Ik gebruik Screech volgens mij. Ik heb letterlijk in. Hey, ik moet tegen Omyro. Ja. Ik heb denk ik letterlijk in heel Pokémon nog nooit Move Screech gebruikt.
Okay. Ja, ik ga wel Eva. Magnemite. Magneton. Hey. 5 Pokémon, maat! Wil ik graag trainen trouwens? Wat heb jij gedaan? Gewoon gerekend, iedereen gerekend, niet tot level 26 denk ik. Jazeker, man. Ja, precies. Duurt lang. Ja, ik hoef plus hoef ik natuurlijk niet te herkennen hier, dat scheelt tijd. Heb ik al reactie op mijn advertentie trouwens? Oh nee, de video staat nog niet online, hè? Nee, dat is jammer. Where ain't the candy? Nice! Daar ben je! Ik ben wel heel goed bevriend met hem, dus dat klopt wel. Nee. Oké, ja, niet heel anders dan Riolu, maar wel vet. Ja. Wel sick, ja. Electabuzz. Buzzing geen Electron. Steel type. Hij is nu wel Steel type, maar hij krijgt geen Steel type moving. Hij doet Taylor op mij, doe eens normaal. Stunning de spoor. Oh ja, ik wou Sweet Sand wegdoen, maar dat is gewoon kut omdat ik dan. Dat is met vangen natuurlijk wel heel handig. Naar. Daring lijkt verbazing. Naring als haring. Ik weet niet, is een haring naar? Dat zie je in de volgende. Oh, eindelijk een puck move. Wind van goud, en zilver. Oh, dat is sweet. Mudding de bom. Wat had Alaskan Boel? Weet je dat? Wat zeg jij? Wat had Alaskan Boel? Want die heeft ook een keer gewonnen. Wat had die voor? Revive. Ook Revive, oké. Okay. SMS Magnet, om. Dan ga ik toch Sue ook level up in. Kan hij wel meer hits steken, dus dat is op zich wel goed voor als ik hem ga sekken. Hoe nou die hele klote best weer opnieuw? Ja. Spoiler, het is een ja. Oké, ik wou bijna al gaan saven, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wat? Nou, ik dacht dat ik een kat hoorde. Ik werd echt van wat? Nee. Please, Pokémon, ga niet dood. Ik weet ook niet wie voor... ik denk Lucario trouwens, want die was zo net als eerste level. Mirror Shot, what the fuck, wat gebeurt er? Oh, dat is steel type. Oh, je bent resistant. Since you've been gone! Is fighting ook super effective tegen steel eigenlijk? Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Sander. Hey, ik wil niet veel zeggen, maar als ik een deuk sla in een stukje stal, dan gaat het echt niet gebeuren, hoor. Ja, maar jij bent ook geen martial arts specialist. Ja, nee, oké. Toch kan het wel. Precies. Oh, ik heb nog speed-up aanstaan, omdat ik natuurlijk aan het leveling was, sorry. Hoe durf je? Het spijt me. Ja, ik ga gewoon met Anubis verder. Everdite bedoel ik. Oh, daarom had ik hem Everdite genoemd. Ja, dat vergeet je elke keer. Ja, dat vergeet ik. Inderdaad, ding. Ik ga eventjes... Super potion. Healing in de Pokémon Sandring. Oh nee, mooi, dat is mooi. In de Pokémon Sandring. Volt Orb. SMS Volt Orb. Hoeveel volt is die orb? 2. 2 volt? Oké. Okay. Is niet heel veel, maar boeien. Als je indenkt dat batterijtjes vaak 3 volt zijn. Wow. Snap ik ook wel dat hij 0 damage doet trouwens.
Is jouw riolu nog niet geëvalueerd trouwens? Nee. Maar heb ik ook niet zo heel veel gebruikt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ah. Ja, want volgens mij als je hem dus levelt up met rare candies, krijg je geen happiness, maar als je hem gewoon levelt up wel. Toch? Of? Wat zeg je nou? Dat dacht ik toch? Dat rare candies, dat je dan geen... Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat werkt. Ik had best fake-out kunnen doen. Nee, dat is niet helemaal waar, want je kan... ik heb ook wel eens dat ik eitjes, zeg maar, broed. En dat ik, als ik ze dan gewoon heel veel rare candies geef, zeg maar, dat die ook uiteindelijk gewoon... gewoon even... Misschien dat het wel meer is. Als je... Ja, want als je ze voorop in de party hebt, dan krijg je volgens mij ook happinesspunten. Mm. Zoiets is het. En dat heb ik ook veel gehad. En ik heb hem misschien eerder gevangen op lager level. Dat zou of meer gelopen, of misschien net iets meer gebruikt. Sowieso meer gelopen, ik loop veel. Ik heb trouwens zo'n badge. Goed zo. Heb jij ook een badge? Ik heb Volt Switch. Ja, ja, long trains like me, bla bla bla. Oh, nu gaat alle elektriciteit weg, hè? Sure. Dus, you ready for cage match? Of doen we dat volgende aflevering? Nee, dat kan nog wel deze aflevering. Nice, on the caking. Oké, als je zo meteen een kamer gaat zoeken, dan zit ik in VPS Fortaleza. Multiplier, browser. Nog een keer? VPS Fortaleza, beetje onderin. Any game. Yo, Milan zit hier ook in. Ik ben altijd bang om het op kruisje te drukken. Dat ik altijd bang ben dat ik dan wegga. Maar dat is helemaal niet. Yo, Milan niet. Jij gaat me... Oké, dan doe ik even dit weg. Oh ja, ik doe jou even niet speaking. Oh, ik doe wel mijn OBS ervoor trouwens. Speaking! Ik ben oké met deze battle rulings. Goed zo, Sandring. Nou, daar gaan we. De derde cage match. Heb jij een idee wie je in gaat zetten? Hoeft niet te zeggen wie hoor, maar... Ik heb wel een idee, maar ik ga nog wel even naar jouw team kijken of dat een goed idee is. Wacht, ik kan hier Pokémon list van jou zien, hè? Nee, dat is alleen niet van mij. Nee, dat is gewoon... Oh, nou, dan doe ik wel battle start. Je kon het wel toch zien? Ja, dat kan zo als wij je Pokémon gaan kiezen. Oké. Ja, oké. Okay. Ja, die en die. Oké. Okay. Degene die ik in wou zetten is eigenlijk maar goed tegen één van jou. Oh, nou, tegen twee van jou Pokémon. Dit zou deze dan eventueel zijn. Oh ja, je ziet me naar links kijken, maar ik heb jouw scherm niet open staan. Dus. Deze zou kunnen, maar is ook heel erg tricky. Eigenlijk is alles tricky. Ik heb het gevoel dat ik gewoon, maakt niet uit wat ik doe, sowieso genaaid ben. Ik heb echt geen idee. Kijk, om deze geef ik op zich niks, maar ja, moet ik er dan een gaan sacken? Ik wil gewoon proberen te winnen. Ik moet zeggen, ik vind het ook niet per se heel makkelijk. Wacht, we hebben 30 seconden. Oké, wacht, ik kan wel even gaan checken. Ik heb echt een bold choice gedaan. Fuck. Hoe lang hebben we nog? 13 seconden. Ik ga voor deze. Als jij één iemand inzet, dan denk ik dat ik fucked ben. Zwart beeld trouwens, zwart beeld. Wel geen zwart beeld. Oké. Oh, dit is zo spannend. Oh, gefeliciteerd. Yeah! Gefeliciteerd. Wie heb je ingezet? Ja, die is ook rock.
Ik was bang voor deze, maar ik besef me net dat hij ook rock is. Wauw. Hey, ja, ik moet toch iets. Oh, gaat hij zo doen hoor. Paralyzed. Nee. Ja, ik denk dat ik gewoon ga. Ja. Ik zal ons vertwijfelen om het ook te doen, maar... Ik denk dat het trouwens net niet killt. Nou, dit is wel super effective. Nee. Oh, nee. Hoezo zou het super effective zijn? Ik dacht altijd dat Puck super effective fighting is, maar dat is juist niet. Nee. Oké, ik ben een loser ooit trouwens. Maar je gaat wel winnen. Ja, Rockbus heeft ook een kleine miskans. Sorry, Haru. Was dit ook degene die je wou checken? Of? Nee. Degene die ik zou... Als ik er een zou moeten checken, zou dat Laudrat zijn. Maar daar had ik ook mee verloren, trouwens. Alleen, nou, ik wou... Ja, nee. Ik had met Dwebble had ik best wel kans tegen Noibet gehad en tegen Beautyfly gehad. En ook tegen... niet tegen Riolu trouwens. Of tegen Lucario. Nee, er was nog eentje. Waar ik dacht van, daar heb ik eventueel wel een mogelijkheid om te winnen. Maar helaas. Toen ik dacht van, als hij maar niet met Hariyama komt. Ja... Ik zat te twijfelen om Beautyfly te gebruiken, maar... Helaas. Nou, ik... Ga ik dat zeggen? Misschien niet. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. En dan gaan we mooi naar Gym 4, tenminste. We gaan heel veel Pokémon vangen, denk ik. Adios, amigos. Zeker.